Dan een update van de bouwwerkzaamheden van het huis van Natasja Bruining op Plantage Onverwacht. De werkzaamheden zijn hervat, mede door inzet van donateurs. We danken onder andere Paramaribo International Cargo Office, die ook een bijdrage heeft geleverd. Verder danken wij de heer King, hij is de installateur die kosteloos de waterinstallatie heeft gedaan voor mevrouw Bruining. En niet te vergeten alle donateurs die op onze rekeningen doneren. De stroominstallatie moet ook in orde worden gemaakt. Is er iemand die ook zijn of haar bijdrage wilt leveren, dit voor elkaar te krijgen, maakt u alsjeblieft contact met ons. Wij brengen u de volgende update hierover. Maandag 4 april zijn wij wederom voor de woning van mevrouw Natasja Bruinings. Ik kom net van binnen weer naar buiten. Ik mag u vertellen dat wij vandaag weer van start gaan met de woning van mevrouw Natasja Bruinings. Op de eerste plaats wil ik Sint Maranatha Ministries bedanken. Zij hebben weer voor de tweede keer een donatie overgemaakt naar 1 voor 12 om de woning verder te laten ontwikkelen. U ziet de fase waar we nu zijn. Wij gaan straks verder met de woning. Daarnaast willen wij ook een paar mensen bedanken, zoals mevrouw Elfriede en Muriel, mevrouw L.S. Simons Romy, J.S. Keizer Godet en niet te vergeten onze postbedrijf in Suriname en dat is Pico. Je weet, Pico is wereldwijd bekend in Nederland, in Nigeria, in Para. Zijn ze op Sandria, als ik me niet vergis. En laatst hebben ze hun filiaal geopend in Lelydorp. Deze ondernemer heeft gemeend een donatie te doen aan 1 voor 12 voor de woning van mevrouw Natasja Bruining. Nou, ik wil van hieruit de directeur bedanken dat hij zijn gesten gedaan heeft naar 1 voor 12. En zo wil ik ook andere ondernemers vragen 1 voor 12 te ondersteunen. Er zijn tal van projecten waarmee we bezig zijn. U weet, we zijn ook bezig met onze broodprojecten Powaka. We komen net van Powaka. Maar ik zeg, als prioriteit zetten we de woning van mevrouw Natasja, waarmee we nu bezig zijn. We willen geen break nemen, maar soms moet je een break nemen even naar Abmoni. Weet u, we zijn van start gegaan en zo hebben we een aantal mensen gedoneerd. Maar u weet, een woning is geen 10 SRD, 20 SRD of 100.000 of 200.000. Een woning is boven 300.000 waarmee je moet werken. En dat doen we abi. We hebben enkele donateurs die gezegd hebben van vismalen, we doneren hier. Zoals Maranatha Ministries, die hebben gelijk een donatie gedaan. En tweede keer ook. Meneer Pico, uw eerste donatie en we kijken uit naar uw tweede donatie. En ook andere bedrijven zoals Laperkan. Meneer Oudo, we kijken ook naar u uit. Andere bedrijven, bankshipping, allemaal. Alle bedrijven wat zetten. Pico, Opadoro, laten we kijken naar andere bedrijven. Zo hebben we ook tal van andere ondernemers. Ik zeg nogmaals, het gaat om een moeder met 6 kinderen die het heel moeilijk heeft. We kijken ernaar uit en we danken alle donateurs die hieraan hebben meegewerkt voor de woning van mevrouw Natasja Brunnings. Komende week, of laat me het zo zeggen, vrijdag, vandaag is maandag. Vrijdag zal ik u laten zien hoe de woning eruit gaat zien. U ziet het nu en vrijdag krijgt u een ander beeld. Nogmaals dank en u gaat zien waar uw geld naartoe gegaan is. Lobby, blessie, ciao. Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of Date, my trust is in you. I am that I am. Trust is in you. Hey, I put a money.